Het is zondag 4 juli. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Tour de France trekt ruim 1 miljoen bezoekers. Tourstart is een speciale dag voor familie Martijn Maaskant. En ook op Zomerfeest Tinte werd er gefietst. Het was vandaag de Tour du Jour. De Jour du Tour. Na de proloog van gisteren ging de Tour de France vandaag van start in Rotterdam-Zuid. Via Voorne-Putten en Zeeland reden de wielrenners hun eerste etappe richting Brussel. Voorafgaand aan het officiële startsignaal was er de Tour de Ville, een rit door het centrum van Rotterdam. Hey! Jij bent lekker fanatiek, hè? Want je staat nu al voor alles te klappen en te juichen. Er is nog geen wielrenner geweest. Ik vind het gewoon heel erg leuk. Ben je er klaar voor? Je kan zo het parcours op. Ja, ik zou zo mee kunnen doen, maar het gaat me een beetje te hard. Veel geel op het Churchillplein in Rotterdam. En hier en daar oranje natuurlijk. Ja, want je moet alle twee een beetje goed houden. Hè? Ja. Nee, ik heb de gele ook, maar die komt morgen weer. Morgen gaat de gele trein weer aan. Ja, en dan overmorgen de oranje weer. Ja, dinsdag moet de oranje aan natuurlijk. Ja, dinsdag gaat de oranje aan, ja. Heb je dat rondje nou zelf ook gereden, van gisteren bijvoorbeeld, die tijd erin? Ik heb hem al gereden voordat ze hier überhaupt in Rotterdam waren. Dus de tijdrit heb ik dan gereden, ja. Dat is wel een leuk rondje, moet ik zeggen. Had je goede tijd vergeleken met de winnaar? Nou ja, goed, je kan niet hard rijden natuurlijk, want je rijdt gewoon op de fietspaden. Want je kan niet op de hoofdweg rijden natuurlijk. Die gasten rijden gewoon op de hoofdweg. Anders had je gewonnen. Misschien wel, ja. En daar komen ze dan. Snel. Het ging toch nog wel hard, hè? Ja. Heb je Lens gezien of niet? Niet echt. Na een korte ceremonie op de Erasmusbrug met burgemeester Abu Taleb gaan de renners dan richting Groene Kruisweg, waar de wedstrijd echt gaat beginnen. Ja, en zo reed het peloton Rotterdam uit richting Brussel via onder meer Zuidland op Voorne-Putten. Tot een paar jaar geleden de woonplaats van Martijn Maaskant. Voor hem en zijn familie was deze eerste etappe heel speciaal, want Maaskant reed vlak langs zijn geboorteplaats. Langs het parcours bij Zuidland waren familie en vrienden opgetrommeld om de Garmin-renner aan te moedigen. 23 jaar, bijna zijn hele leven, woonde Martijn Maaskant in het dorpje Zuidland, ten westen van Spijkenisse. Hier leerde hij vanaf zijn 12e fietsen. Na 2 keer de Tour de France al te hebben uitgereden, fietst hij vandaag bijna door zijn voormalige achtertuin. Bij het huis waar zijn ouders nog steeds wonen. Anders moeten we er altijd honderden of duizenden kilometers voor rijden. En ja, nu is het vlak om de hoek. En dat is, ja, is gewoon hartstikke leuk. En het weer werkt ook mee natuurlijk. Ik heb altijd wel van gedroomd om ooit een tour mee te doen. Even 2 keer meegedaan, maar nu ook vlak langs je woonplaats. Dus ja. Dat is wel heel leuk. Ja. Ik krijg net een sms'je van Martijn en die laat weten, die schrijft veel plezier. Ik hoop dat ik jullie goed zie, Martijn. Het is al vroeg druk langs de Groene Kruisweg bij Zuidland. Tussen de honderden mensen staat neef Lennart Vechter, ook een wielertalent. Jaloers? Ja, best wel natuurlijk. Iedereen wil dat natuurlijk. Als je wielrenner bent wil je graag Tour de France rijden ooit een keer. Dus dat hoop ik ook. Dat zijn er zo weinig die dat lukken. Maar ja, wel leuk dat het hem is gelukt natuurlijk. Er zijn wielrenners die in hun woonplaats even stoppen om familie en vrienden gedag te zeggen. Maar of dat dit keer ook lukt? Hij zou het wel proberen om van voren te rijden, dat heeft hij wel gezegd. Maar hij weet hier elke steen te leggen natuurlijk. Dat scheelt ook wel een beetje. En dan, na 3 uur wachten in de brandende zon, is het zover. Ja, dan kan je elkaar succes hebben. Ja, we
was hartstikke leuk. Ja, ja, het was echt, heel emotioneel, maar hartstikke in mijn keel eigenlijk. Ja, ik sta ook echt helemaal te bibberen. Echt een beetje te trillen. Want. Ja, ja, en voor hemzelf ook. Ik dacht dat hij ook echt wel een beetje... Ja, hij was best een beetje geëmotioneerd, dat zag ik wel. Maar, ja, ik zag het ja, wel. Wij ook. Het, dus, mooi, ja. Het was echt een heel mooi moment. Ja, ja, dat vergeet je nooit meer. Ja, en iets verderop was in recreatiegebied de Bernisse een speciale tourcamping ingericht. De verwachte drukte op de camping is uitgebleven. Slechts 60 campers bezochten het natuurterrein langs het parcours. En dat terwijl de plek was voor 800 kampeerwagens. Dat geel en oranje elkaar dit weekend een beetje in de weg zaten, blijkt als je het aantal gasten op de speciaal ingerichte tourcamping telt. Op de zondagmorgen geen sporen van een uit de hand gelopen zaterdagavond, maar een serene rust. Het was rustig staan. Alleen was er waarschijnlijk veel meer volk verwacht. Er waren waarschijnlijk veel meer kampers verwacht. En die niet gekomen is, dat is de domste. Oorzaak van de lage opkomst is dus voor een deel het succes van het Nederlands elftal. Maar volgens de organisatie zijn ook veel toervolgers vanuit Rotterdam direct naar Zeeland doorgereden. In Zeeland... Het wel mag, of tenminste je mag daar wel langs de weg parkeren en zelfs ook overnachten wordt een beetje gedoogd. Ik zag ontzettend veel campers langs rijden en nu begrijp ik inderdaad wel waarom. Ik denk, waarom gaan ze nou mijn camping voorbij? Maar Zeeland trok hun als volgende plek als het ware, ja. De kosten van de camping, ongeveer 25.000 euro, worden lang niet gedekt. De tourorganisatie, de gemeente Bernisse en evenementenorganisator JMR zullen het verlies delen. Het vooraankondigen van zo'n camping, en ik denk dat dat iets te laat is opgestart. Tenminste, dat hoor ik ook van mensen om me heen, dat het pas sinds een aantal weken echt op alle sites staat en mensen kunnen vinden waar zo'n camping is. Dat zou iets kunnen zijn waar een beetje verbetering in kan worden getroffen. Maar drukte of niet, de kampeerders die wel gekomen zijn, hebben het heerlijk gehad. Ja, het is een fantastische nacht hier gehad. Onverwachts een mooie plek gekregen. En de verbindingen ook naar de stad waren echt ideaal om op deze manier van de tour te genieten eigenlijk. Ja, perfect, als je ziet, we zitten zo mooi aan het water en het is lekker rustig ook nog. En dat is op zich aan de ene kant jammer, want het is leuk om mensen te spreken en te ontmoeten. Aan de andere kant is het ook wel heel lekker en kan je gewoon even met je gangetje gaan zo. Ja. Dus ja, op zich is het perfect geregeld, ja. En zometeen na het nieuws veel meer over de tourstart in ons speciale programma rond de Grand Départ. Waar de grote mannen aan de tour begonnen, was er gisteren op het jaarlijkse zomerfeest van Tinte voor het eerst een fietsem erin voor de kinderen. Jelle de Vette kwam in een tijd van 5 seconden en 42 honderdste over de smalle balk over de sloot bij de bel. Een stortbui, precies boven het zomerfeestterrein in Tinte. Maar daar trekken de inwoners van het dorp op Voorne Putten zich niets van aan. Hilariteit en volksvermaak, daar gaat het om bij fietsen erin. Bovendien staat er hier heel wat op het spel. Wat ben je nou voor lul voor het hele dorp als het misgaat? Ja, maar... Maakt niet uit. Nou ja, er zit wel een hele deskundige jury aan de waterkant. Toch? Nee, ik heb nog nooit een beker gewonnen eigenlijk. Maar ja, misschien... Ik kan niet meedoen vandaag. Wat is er misgegaan? Toch slechte jeugd, hè? Ja, ik kan niet fietsen. Hé, hey, daar liggen de volgende deelnemers al in het water. Jammer, net gemist. Wat gaat het worden? Ik denk originaliteitsprijs. Waarom? Omdat wij best wel veel moeite eraan hebben gestoken. Je hebt een hele surfplank geconstrueerd, geloof ik. Wat heb je gedaan? Erin gesneden en dan in de fiets gemonteerd. Maar eenvoud wint. In amper 6 seconden reest Jelle de Vette naar de bel. Een bijna verdacht snelle tijd. Heb je achteraan gezeten? Ja, natuurlijk. Hele fanatieke moeder heeft hij, hoor. Hoe is het hier met het EPO-gebruik? Wat zeg je? Hoe is het hier met het EPO-gebruik? Wat is dat? Keurig, houden zo. Tijd voor de prijsuitreiking. Tinte heeft er weer een kampioen bij. Jelle gaat met de beker naar huis. En de reddingsbrigade, die mag uit de blubber. Nou, het is nu voorbij. Hoeveel kindertjes moet hij nog opdreggen? Nou, niks meer hoor. Allemaal eruit? Allemaal eruit. En ook het laatste onderwerp van vandaag gaat over fietsen.
Twee oud-studenten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam gaan wat verder rijden dan de Tour lang is. In anderhalf jaar willen ze 30.000 kilometer afleggen op fietsen van bamboe. Ze rijden van Alaska naar Vuurland om aandacht te vragen voor het gebrek aan schoon drinkwater in ontwikkelingslanden. Dit is hem, de fiets van bamboe. Nou ja, het frame is van bamboe. Dus wat je ziet hier, de buizen zijn van bamboe en die zijn gerookt in een soort machine waar je ook vis in zou roken, zodat alle beestjes zeg maar doodgaan. En de connectiestukken zijn van een natuurlijk vezel gemaakt. En daar is touw van gesponnen, om die buizen heen gebonden, onder druk met epoxylijm op elkaar geperst. Stevig genoeg voor een tocht van 30.000 kilometer. Via Alaska naar Latijns-Amerika om aandacht te vragen voor de wereldwijde waterproblematiek. Het belangrijke in onze opinie is dat 1 op 6 mensen op de wereld, dat zijn 1 miljard, geen toegang hebben tot veilig en schoon drinkwater. Met alle gevolgen van dien. Daarnaast zijn er nog 2,5 miljard mensen die geen toegang hebben tot sanitatiemogelijkheden. Joost en Michiel voelen zich als oud-Erasmus-studenten geroepen om via een sponsortocht daar iets aan te veranderen. Vanmorgen zijn ze vertrokken, per fiets, om het project Cycle for Water te starten. Deze tocht van Alaska naar Argentinië fietsen moeten we gewoon doen op een bamboefiets. Dit is gewoon uniek, zeg maar. De tocht is eigenlijk tweedelig. Amerika, Canada is vooral spreken op scholen en bij bedrijven, op basisscholen. Om daar aandacht voor te vragen en dan tegelijkertijd willen we donaties inzamelen die we kunnen allokeren naar waterprojecten in Latijns-Amerika. Op de website Cycle for Water is de hele tocht te volgen, want het wordt een flinke uitdaging. 30.000 kilometer op een bamboefiets, zonder Hollandse fietspaden. Dus wij kunnen ook off-road fietsen en dat zijn natuurlijk altijd leuke paadjes om doorheen te... Weet je wat zadelpijn is? Ik heb het nog niet eerstehands meegemaakt, maar ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat we dat wel gaan ervaren. Genoeg gefietst. We gaan de uitzending besluiten met het weer voor de komende dagen. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een kleine kans op een spatje regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen begint de dag met bewolking en opnieuw een kleine kans op wat regen, maar in de loop van de dag breekt de zon door. 'S Middags wordt het bij een matige westenwind 21 graden. Dinsdag zijn er zonnige perioden en wordt het ook 21 graden. En vanaf woensdag zijn de zomerse temperaturen weer terug. Dan kunt u weer fietsen. En tot zover dit Rijnmond Fietsnieuws van zondag 4 juli. Meer nieuws op rijnmond.nl. Zometeen de laatste aflevering van ons speciale tourprogramma Le Grand Départ. Ik wens u nog een hele fijne dag en graag tot morgen. Dag.